Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing. Welkom bij Café Weltschmerz. Dit is Armoede en de Menselijke Maat. En vandaag aan tafel Hilde Latour. Welkom. Dankjewel. Voordat we het over het thema basisinkomen gaan hebben, eerst even, ja, wie is Hilde Latour? Wie ben je? Nou, ik woon in Nijmegen, ben moeder van twee tienerdochters. Ik heb veel petten op. Mijn achtergrond is oorspronkelijk uit de gezondheidszorg. Ik ben ooit begonnen als fysiotherapeut. Daarna heb ik culturele antropologie gestudeerd, biomedische wetenschappen. En sinds een aantal jaar ben ik heel actief in de nationale en internationale basisinkomenbeweging. Ik zit in het bestuur van Vereniging Basisinkomen Nederland. Ik ben vicevoorzitter van Basic Income Earth Network. Dat is de internationale wereldwijde organisatie. Ik ben medeoprichter van Mission Possible 2030. Dat gaat ook over basisinkomen en dan meer gerelateerd aan de Sustainable Development Goals. En daarnaast ben ik nog gastdocent bij de blockchain miner op de Haagse Hogeschool, waar ik met studenten die meer willen weten over blockchain technologie aan het onderzoeken ben hoe we de commons en basisinkomen behulp van blockchain technologie in elkaar kunnen krijgen. Nou, dat is een hele hap van vol. Ik wil het eerst even hebben en laten zien 2030. En daar heb ik een filmpje over gemaakt. Wij kennen elkaar al wat langer. Ik ken je als een heel kritisch iemand. Dus dat belooft leuk te worden. Ik laat je even een filmpje zien. En daar kan je dan op reageren. Ja, Pim. Armoede. Armoede is, het is een schande dat het nog bestaat. Ja. Als je ziet hoeveel geld er op de wereld is, dan is armoede totaal niet nodig. Dus als je dan bijvoorbeeld naar de voedselbanken kijkt, misschien is de voedselbank wel de snelst groeiende bank van Nederland. Nogmaals, het is een schande. Als je armoede echt wil oplossen, dan is dat in een vingerknip gebeurd. Namelijk door de mensen gewoon voldoende geld te geven, waardoor ze toegang hebben tot dat wat ze nodig hebben om te overleven. Maar goed, we zien hier 2030. Een van jouw organisaties heet Mission Impossible 2030. En we zitten met die SDG 1. Die armoederesolutie, zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat is dat? Geen hond weet dat. Nou ja, SDG 1 betekent eigenlijk geen armoede meer in de wereld. De afgelopen jaar is de armoede schrikbarend toegenomen. Onder andere met name door de lockdown die we wereldwijd zien. Onze stelling is vanuit Mission Possible 2030 van luister, als jij al die doelen wil bereiken, waaronder het oplossen van de armoede, dan kan je dat heel simpel doen door een basisinkomen in te voeren. Wereldwijd onvoorwaardelijk. Iedereen, gewoon omdat hij mens heeft recht op voldoende
om zijn eten, drinken, onderdak en water van te betalen. En niet alleen dat, als je dat zou doen, dan los je niet alleen de armoede op, maar ook de honger, ongelijkheid. Sterker nog, als je de naar de effecten van het basisinkomen kijkt bij alle experimenten en pilots die al gedaan zijn, dan kan je met één simpele ingreep de meerderheid van de Sustainable Development Goals bereiken. Maar waarom? We zien dus die SDG 1. Pas in 2030 moet dat bereikt zijn. Met één druk op de knop zouden we wat kunnen doen. Maar hoe ziet die SDG 1 dat zelf dan? De mensen die resolutie hebben verzonnen. We zijn al decennia of misschien wel honderden jaren bezig om de armoede zogenaamd op te lossen. Ik denk dat er heel veel mensen heel veel geld verdienen aan armoede. Er zit een enorme industrie achter. Ik kan niet in de hoofden kijken van de mensen die dit soort doelen stellen. Maar nogmaals, ze verdienen ontzettend veel mensen hun brood aan andermans ellende. Dus ik denk dat we ons serieus moeten afvragen van, is het wel oké dat wij van buitenaf naar de armen kijken en daar allerlei programma's met heel veel miljoenen en miljarden gaan verzinnen wat zij nodig hebben. Terwijl het veel eenvoudiger is om die mensen zelf de tools te geven. Ja, maar het is maar nogal een industrie, hè? Meer dan 1 miljoen mensen van de 17. Het gaat wel over een business case. Het is zeker een business case, ja. En als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, we hebben in Nederland tientallen inkomensafhankelijke toeslagen om de armen financieel te ondersteunen. Nou, ik wil niet weten hoeveel ambtenaren daar druk mee zijn. Als mensen werkeloos zijn, dan komt een hele batterij van ambtenaren in je nek hijgen om jou te helpen aan een baan waar je hart niet sneller van gaat kloppen. Dat geld is vele malen meer dan wat je zou uitgeven als je mensen gewoon voldoende geeft om zelf hun problemen op te lossen. Ja. We gaan het nu over het basisinkomen hebben. Hoe ben je er zelf bij betrokken geraakt? Ik ben al, eigenlijk van kinds af aan, maak ik mij wel druk over de onrechtvaardigheid in de wereld. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met het basisinkomen als idee. Toen dacht ik van ja, zo simpel kan het inderdaad zijn. Hè. We hoeven niet allemaal overal voor andere mensen te beslissen wat ze moeten doen. Het is super eenvoudig. En toen had ik wat tijd over en toen dacht ik van nou, dit is wel een moment om actief te worden ook in die beweging. Toen ben ik eerst begonnen als schrijver voor Basic Income Earth Network. Waardoor ik me wat meer kon verdiepen in het onderwerp. Ja, en hoe meer ik erover las en over begreep, hoe fanatieker ik werd. Ja. Het is zo ontzettend simpel. Ja. En het is heel raar dat het nog niet is. En je bent dus begonnen met dat vanuit het internationale, de Basic Income Earth Network. Ja. Waarom heb je eerst wereldwijd aangesloten voordat je hier aan het knallen ging? Dat zat ik een beetje aan elkaar. Ik wilde me niet zo heel graag aansluiten per se bij een groepje. Ik vond het wel lekker om gewoon individueel gewoon mijn ding te doen. Het is ook een internationaal onderwerp. Armoede speelt natuurlijk veel heftiger in het zuidelijke halfrond dan in het noordelijke halfrond. Hoewel dat die ongelijkheid wel zo langzaam begint opgeheven te worden. En ik vond schrijven leuk. Dus ik ben, dat is eigenlijk gewoon toeval. En daarna ben ik, door mijn artikelen ben ik toen gevraagd om in het bestuur te komen van de Nederlandse vereniging. Ja. Daar heb ik even over moeten nadenken. Maar dat heb ik toch met beide handen aangenomen. Ja. Want hoe zit dat met die Nederlandse vereniging, Basisinkomen Nederland? Hoe lang bestaat dat? Dat bestaat al sinds de jaren 80. Net zoals eigenlijk een beetje in dezelfde periode dat Basic Income Earth Network is opgericht, wat toen nog Basic Income European Network was. Maar het idee van basisinkomen zelf is eigenlijk al vanuit de 16e eeuw, begin 16e eeuw, door Thomas More als eerste naar voren gebracht. Die eigenlijk op dat moment besefte van we kunnen al die mensen die broden stelen of kippen jatten wel hard gaan straffen. Maar is het niet eenvoudiger om mensen gewoon geld te geven zodat ze dat niet hoeven doen? En daarna in de 18e eeuw
had je Thomas Paine, een politiek activist. En dat was, die was eigenlijk de eerste die zei, die de basis komen echt als volledig onvoorwaardelijk. De rijken en de armen krijgen het. En je moet het eigenlijk zien als een recht. Want wat is dan die simpele druk op de knop waar je het al een paar keer over had? Nou ja, die simpele druk op de knop is gewoon dat iedereen die mens is en levend is, die heeft recht op toegang tot dat wat hij nodig heeft om te overleven. Basinkomen is, gaat om geld. Hè? Dus geen kistje met groenten die je misschien niet lekker vindt, maar gewoon geld. Zodat je vrijheid en keuze hebt om het te besteden aan dat wat jij wil. Het is individueel. Dus niet per huishouden, maar ieder mens krijgt het individueel. Je krijgt het periodiek, dus meestal is dat één keer per maand. En het is echt onvoorwaardelijk. Dus je hoeft, je hoeft niet voor te werken. Je hoeft zelfs niet aan te geven dat je de intentie hebt om te werken. Het is echt onvoorwaardelijk en niemand blijft achter. Dus je hoeft niet... je hoeft niet een vaccinatiepaspoort te hebben, laten we zeggen, om een basisinkomen te ontvangen. Ja. Maar dan zie ik natuurlijk de oordelen alweer in de lucht zweven. Daar word je wel lekker lui van. Dat is wat mensen wel eens zeggen, of best wel vaak. Maar dat gaat bijna altijd over de ander die er lui van wordt. Hè? Als je mensen zelf vraagt, van zou jij er lui van worden? Nee, dan is dat bijna nooit. Het basisinkomen... is eigenlijk een teken van onvoorwaardelijke liefde voor je medemens. Los van oordelen. Dit gaat juist over het loslaten van de oordelen over het gedrag van de ander. En hoe staat dat dan in, want het gaat echt dan over angst voor het basisinkomen. Hoe staat dat dan in verhouding met die nieuwe wereldorde? Hier aan tafel zitten ook regelmatig mensen die ineens heel fel tegen het basisinkomen zijn, omdat dat Klaus Schwab en zijn vriendjes het basisinkomen zullen gaan invoeren als controlemiddel. Dat zou zomaar kunnen, maar dan hebben we het dus niet over het basisinkomen, want dan is het geen onvoorwaardelijk basisinkomen, dan gaat het dus over een slaveninkomen. En die mensen zou ik willen uitnodigen om toch eens op de website van Basic Income Earth Network of Vereniging Basisinkomen te kijken. Waar je gewoon kan zien wat de karakteristieken van een basisinkomen zijn. En daar zit dus geen controle achter. Het gaat juist om absolute vrijheid. Een basisinkomen geeft jou de vrijheid om nee te zeggen. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de vrijheid om de keuze te geven van wat je wel gaat doen. Je kan ook tegen jouw werkgever zeggen van nee, jij vraagt mij dingen die ik niet wil. Ik bedank daarvoor. Ik neem ontslag. En dan heb ik in ieder geval de garantie dat ik altijd genoeg heb om van te leven. En kan jij dan een concreet voorbeeld geven hoe dat er dan uit kan zien in de wereld of hier? Bijvoorbeeld in India is een experiment geweest waarin mensen een basisinkomen kregen. Nou, in India heb je een heel grote groep mensen die in de schuldenslavernij zitten. Hè. Dat zijn de mensen die werken voor fabrieken of grote landbouwbedrijven, zonder contracten, zonder rechten. Werken zich 7 dagen per week in de ronde en op het moment dat zij ziek zijn, dan bouwen ze schuld op, want ze krijgen vooraf betaald. Nou, die mensen, op het moment dat zij een basisinkomen kregen, kochten zij zichzelf eigenlijk vrij van hun slavendrijvers. Gingen zij terug naar hun dorpen en kochten ze van het geld bijvoorbeeld een geit. En binnen een jaar hadden ze dan een paar geiten, als tenminste de buren ook een bok hadden. Ging niet helemaal vanzelf. Maar vervolgens konden zij zichzelf bedruipen en gewoon kleine bedrijfjes opzetten. Dus dat basisinkomen verdien je ook terug, omdat die mensen gaan niet voor de tv hangen, bier drinken en alleen maar onderuit hangen. De meeste mensen gaan gewoon iets doen. Mm-hmm. En zeker in arme landen gaat dat vooral over voedselvoorziening, lokale voedselvoorziening. Ja. En dat verdien je gewoon terug. Ja. En heb je een voorbeeld hier in de westerse cultuur? Ja, er is onlangs een experiment geweest in Finland. Dat heeft 2 jaar geduurd. Dat was wel met langdurig werkelozen, dus niet volledig onvoorwaardelijk. Het was zo'n geselecte groep.
Maar ook daar vonden ze, nou ja, meer dan, ik geloof iets van 90% van de mensen werd gelukkiger. Hè. Dus de stressfactor ging eraf, niet geheel onverwacht natuurlijk. Maar daar hebben ze ook gekeken naar wat mensen uiteindelijk gingen doen. Gingen ze nou meer of minder betaald werken? Nou, wat bleek dat, nou niet heel veel, maar wel statistisch significant, gingen meer mensen betaald werken, inclusief de mensen met jonge kinderen. Dus de aanname dat mensen er lui van worden en achterover gaan leunen, is niet gebaseerd op wat we zien in de praktijk. Hè, dat is meer een vooringenomenheid waarvan mensen denken dat dat gebeurt. En hoe zat het dan met hun verdeling werktijd en vrije tijd? En hun geluk, wat je al noemde? Nou ja, geluk ging pijlsnel omhoog. Hè. De mensen in de armoede zitten meestal behoorlijk in de stress. Dus dat werd weggenomen. Nou, vrije tijd hadden ze natuurlijk al wat meer, omdat ze langdurig werkloos waren. Maar het ging met name over... ze gingen gewoon, het verschil is bijvoorbeeld als je in Nederland mensen in de bijstand hebt. En je verdient met een klein baantje €300 erbij, noem maar iets. Dan moet je die €300 weer inleveren. Dus werken loont voor geen meter. Als je een basisinkomen hebt, dan heb je gewoon een basisinkomen. Iedereen heeft dat. Als je dan een baantje van €300 erbij hebt, dan mag je die €300 houden. Ja. Dus werken loont. Dus het stimuleert juist mensen om te gaan werken. Ja. En hoe hoog zou dat basisinkomen hier in Nederland dan kunnen zijn of moeten zijn? Nou, dat zou in Nederland, een beetje afhankelijk van hoe je het inricht, maar ongeveer zo tussen €1200 en €1400 moeten zijn met gewoon de levensstandaard die we hier hebben. Het zou alle toeslagen, behalve de huurtoeslag, alle inkomensafhankelijke toeslagen, behalve de huurtoeslag, vervangen. Dus er gaan ook dingen weg? Ja, je hebt natuurlijk geen bijstandsuitkering meer nodig, de AOW heb je niet meer nodig, de zorgtoeslag heb je niet meer nodig. Nou, er zijn een aantal toeslagen die miljarden kosten, die vervang je door één simpele ingreep, het basisinkomen. En daarnaast kan je dan nog iets doen met belastingen en ja, hoe je dat dan doet is een politieke keuze. Ja. En wat levert dat de politiek of de overheid dat dan op? Een enorm veel kleiner ambtenarenapparaat. Dus alle mensen die nu werken in het controlesysteem van mensen toetsen of ze wel in aanspraak kunnen maken op een bijstandsuitkering of toeslagen. Ook hoe die formules allemaal moeten werken, want dat wordt iedere keer weer veranderd. Dus al die ambtenaren die daarin werken, die kunnen iets anders gaan doen. Die krijgen dan eerst een basisinkomen, kunnen ze zich omscholen en dan kunnen ze een ander werk gaan doen. Het levert de overheid op dat de criminaliteit, de armoede gerelateerde criminaliteit met tientallen procenten naar beneden gaat. Dat weten we ook uit experimenten. Het levert de overheid op dat de bevolking veel minder stressgerelateerde gezondheidsklachten heeft. Het levert de overheid op dat mensen veel gezonder gaan eten. Hè. Dus als jij geld hebt, dan kan je die keuzes ook maken om andere voeding tot je te nemen. Het levert de overheid op dat mensen ondernemender worden, kleine bedrijfjes kunnen opstarten. Het is de renaissance voor het midden- en kleine bedrijf. De lokale economie bloeit op. Dus ook dat komt weer terug in via belastingen, terug de staatskas in. Eigenlijk, er is van alle pilots, experimenten die er zijn geweest, is er niet één geweest die negatieve uitkomsten heeft gehad. En het gaat dus heel erg over decentralisatie ook, niet globalisering. Dat is natuurlijk nu ook zo'n machtsspel. Ja, het hangt een beetje van af hoe je het organiseert. Hè. Dus als je kan op het basiskomen op verschillende manieren invoeren. Je kan natuurlijk dat vanuit een wereld, een new world order, kan jij dat doen. Zeker met de nieuwe technologie kan je gewoon alle mensen op aarde een basiskomen geven. Je kan dat op nationaal niveau organiseren. We hebben nu een Europees burgerinitiatief waarbij we het Europees parlement vragen om ervoor te zorgen dat alle landen in Europa een basisinkomen aan hun burgers gaan uitkeren. Maar je kan het ook vanuit de gemeenschap doen. En dat vind ik eigenlijk nog het meest mooie.
Dat is helemaal bottom-up dan? Ja, echt bottom-up. En daar zijn een aantal voorbeelden van. Dat bestaat bijvoorbeeld al in de Verenigde Staten, heb je een Indianendorp. Al sinds de jaren 90 wilden ze daar een casino neerzetten. En daar zaten die Indianen niet zo om te springen. Nee. En toen hebben ze eigenlijk afgesproken met, die gasten die dat casino daar wilden neerzetten. Van nou oké, dat casino mag hier staan. Maar dan willen we wel dat de winst van dat casino uitgekeerd wordt aan de community. En nou, toen hebben ze afgesproken van oké, een deel van de winst, een heel groot deel van de winst gaat terug naar de community. De helft van die winst gaat naar het dorp als geheel. Dus daar worden wegen van aangelegd, schooltjes van gebouwen, dat soort dingen. En de andere helft, dat gaat als een soort van basisinkomen, een dividend, naar alle inwoners van dat dorp, inclusief baby's en van. En nou, dat bestaat dus al sinds de jaren 90. Gelukkig waren er toen in het begin al meteen onderzoekers die daar zijn opgedoken. En die hebben bijgehouden van wat er gebeurde met die inwoners van het dorp in vergelijking met dorpen daaromheen. Nou, wat bleek, mensen werkten gewoon even vergelijkbaar met de omliggende dorpen. Maar er was minder verslaving, er waren minder psychiatrische stoornissen. Dus minder ADHD, minder depressie, minder verslaving, mensen waren gezonder. Dus ja, het geeft jou gewoon de ruimte om je hart te volgen, je passie te volgen. Ja. En je noemt nu een voorbeeld uit een rechtsland. Want hoe zit het dan hier even in Nederland met politiek, links en rechts, met voor- en medestanders? Is dit een links idee? Nee, het is niet per se een links idee. Zelfs president Nixon heeft het ooit een keer bijna ingevoerd. Het basisinkomen kan je eigenlijk zien vanuit verschillende invalshoeken. Nou, het eerste is bijvoorbeeld de mensenrechten. Hè? Dus in de mensenrechten staat gewoon van dat iedereen toegang moet hebben tot zijn basisbehoeften. Dus vanuit die invalshoek kan je het bekijken. Je kan het bekijken vanuit de markteconomie. Dus als jij mensen geld geeft, of zorgt dat ze geld hebben, dan hebben ze dus ook geld om te consumeren. Hè? Dus daarmee gaan ze het geld dus ook uitgeven. Plus je geeft mensen de mogelijkheid, wat ik net ook al zei, om hun eigen bedrijven op te starten. Dus het is gewoon een boost aan de lokale economie. Dan kan je het vervolgens bekijken vanuit sociale zekerheid. Hè? Dus armoedebestrijding, rechtvaardigheid. Dus je bent als maatschappij verantwoordelijk om voor jouw burgers te zorgen. Dus dat zou dan wat meer in de linkshoek zitten. Maar je kan het ook bekijken, en daar klopt mijn hart wat meer van, zeg maar vanuit een anarchistische hoek. En een anarchistische hoek is eigenlijk, dat klinkt als rebellie tegen de overheid, maar eigenlijk gaat dat uit van een heel positief mensbeeld. En dan gaat het veel meer over vrijheid. Ja. Ja. En hoe zit het dan, want dat is wat jij, jullie vinden. Wat vindt de politiek hier nu van, links en rechts? Wie zijn er mee, wie nog niet? Nou ja, we zijn nu, de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan met een beetje geluk. Dus de verkiezingsprogramma's die worden nu gemaakt en een aantal zijn er al klaar. Er zijn verschillende partijen die richting het basisinkomen gaan. Dat is voor het eerst dat er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen meerdere partijen zijn die het basisinkomen in hun verkiezingsprogramma gaan hebben. Partij voor de Dieren, D66, gaat richting het basisinkomen. Ja, zij noemen het dan negatieve inkomstenbelasting, omdat basisinkomen een soort taboe woord is in de wat meer rechtse hoek. GroenLinks. Nou, er zijn veel kleinere partijen gaan het basisinkomen in het verkiezingsprogramma zetten. De VVD zal het er niet in gaan zetten, maar wij weten vanuit, Daar doen VVD is mee aan pilots, heb ik gehoord. Ja, daar doen VVD is mee aan pilots. Zalm was vroeger echt de voorstander van het basisinkomen. Forum voor Democratie hebben het basisinkomen laten uitrekenen. Het is niet links, het is niet rechts, het is rechtdoor, zullen we maar zeggen. Het gaat meer over kleur bekennen.
Niet bang zijn dat je tijdens coalitieonderhandelingen een slechtere onderhandelingspositie hebt. Dus het is meer een politiek onderhandelingsspel dan dat mensen voor of tegen zijn. En nog iets over de betaalbaarheid. Je noemde net al iets over. Je kan het bottom-up, kleinschalig laten floreren. Een grote druk op de knop kan ook. Kijk naar corona, wereldwijd, gewoon in één keer, lekker duidelijk. Waarom doen we het zo niet dan? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja. Dus eigenlijk is meer de vraag, waarom doen we het niet? Ja. En ik denk dat je dan toch wat meer zit over controle over de ander. Ik denk, ik moet eerlijk zeggen, dat dat toch volgens mij de belangrijkste hidden agenda is, zeg maar, om... Ja, en heeft het dan veel meer met emotie te maken van mensen? Met name de mensen die aan het roer staan? Want als ik jouw verhaal zo hoor, denk je, ma, klinkt wel redelijk. Dat heeft denk ik met angst te maken. Dat je angst, van als je mensen echt volledige vrijheid geeft, dan heb je ook wat minder controle over de ander. En ik weet niet, misschien heeft het wel met ego te maken. Ik heb geen idee. Maar een criticus die zal zeggen, nou ja, weet je, mijn kind groeit op. Hij wordt 18, hij krijgt voor het eerst een pasje. En het heks van de Dam geeft veel te veel geld uit. Zie je het, hij kan het niet. Ja, maar dat gaat meestal niet over hun eigen kind. Mensen geven hun kinderen gewoon zakgeld. Nu mogen kinderen als ze 18 zijn 30.000 euro schuld maken om te gaan studeren. Dus we creëren een hele generatie van schuldslaven eigenlijk. Ja. Dat vinden we allemaal, niet iedereen vindt dat normaal. Ik vind het echt niet normaal. Dat zou je dus echt voorkomen door iedereen een basisinkomen te geven. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook zo ontzettend benieuwd wat er gebeurt als je... dat hele carrière gedoe niet meer nodig hebt. Hè? Dus als jij een 18 bent en je gaat beslissen van wat ga ik nou studeren, en dat je niet meer denkt in van ja, waar maak ik de meeste kans op een baan. Ja. Maar ik ga echt mijn hart volgen, weet je wel. Ik ben zo benieuwd of mensen dan andere keuzes gaan maken. Ja. Ik denk het eigenlijk wel. We hadden het net even over rechts. In Alaska is het al een hele tijd. Maar, Ja, in Alaska heb je ook een soort dividendschema. Dus hebben ze ook in de jaren eind 70, begin 80. Voor alle inwoners, hè? Begrijp. Voor alle inwoners van Alaska hebben ze met de opbrengsten van olie destijds hebben ze in een fonds gestopt. Het Alaska Permanent Fund Dividend heet dat. En ieder jaar krijgen alle inwoners van Alaska, ook weer inclusief baby's, een deel van de opbrengst uit dat fonds. En dat gaat, dat fluctueert een beetje, maar dat gaat om en nabij over de tussen de 1000 en de 2000 dollar per individu. Dus ja, als jij alleenstaande ouder bent met 3 kinderen, dan is dat toch een leuke slok op een borrel. Ja. En dus dat bestaat al. Ja. En nog even, we hadden net al over die betaalbaarheid. Je hebt al dingen genoemd ook op het effect van de inflatie. Maar kan jij ook concreet in cijfers of percentages iets zeggen over het effect op die inflatie? Ja, dat is ook een vraag die we natuurlijk regelmatig krijgen. Hè? Van wat is het effect op de inflatie als je mensen een basisinkomen geeft? Hè? Dus de gedachte is dan dat een basisinkomen de inflatie omhoog jaagt. Je moet maar eens kijken naar de grafieken van de inflatie. De inflatie wordt gecreëerd. Sinds de Fed bestaat is er inflatie. Dat is een politiek beleidskeuze. Die inflatie wordt ons gepresenteerd alsof dat rondom en nabij de 2% is. Maar in werkelijkheid is dat vele malen hoger. Je hebt geen basisinkomen nodig om de inflatie aan te wakkeren. Zeker niet in deze tijd, waar miljarden dollars, euro's, fiat currencies worden bijgedrukt. Ik geloof dat het afgelopen jaar iets van 20% van het geld dat nu in omloop is, is het afgelopen jaar bijgedrukt. Tegenwoordig wordt het niet meer bijgedrukt, maar hoef je alleen maar de komma een stukje op te schuiven. We gaan een periode tegemoet van hyper de pieper inflatie. Daar heb je het basisinkomen niet voor nodig. Maar toch, als we dan toch even kijken van nou, wat zou het effect van het basisinkomen zijn op prijzen van producten en beloning van arbeid. Want dat is dan eigenlijk waar mensen het over hebben. Ja. Als we kijken naar beloning van arbeid, dan zullen
banen die niet aantrekkelijk zijn, maar wel nodig zijn, daar zul je waarschijnlijk als werkgever meer voor moeten betalen of op een andere manier aantrekkelijk moeten maken dat mensen dat werk willen doen. En als dat niet lukt, ja, dan zul je dat moeten automatiseren. Maar banen die mensen leuk vinden om te doen, worden misschien wel minder betaald of mensen gaan misschien meer vrijwilligerswerk doen. Dus dat kan allebei de kanten op. En hetzelfde geldt eigenlijk voor producten. Hè? Dus als ik een basisinkomen heb en ik vind het leuk om te tuinieren, weet ik veel, dan ga ik misschien een groentetuintje beginnen. Mm-hmm. En dat wat ik over heb, wil ik misschien wel verkopen. En wordt het misschien het biologische groente mm-hmm. wel uiteindelijk goedkoper. Ja. Dus het kan alle kanten op. Maar nogmaals, inflatie is geen natuurlijk verschijnsel. Nee. Dat is bedacht en gemaakt. De natuurlijke verschijnsel zou namelijk deflatie zijn. Zeker als je technologie inzet en alles, de productie steeds goedkoper wordt, dan is het veel natuurlijker dat producten goedkoper worden. Het is heel erg bottom-up als je het op die manier aanvliegt. Laat de mensen zelf beslissen. Is er dan toch enige vorm van structuur nodig om, ja, in dit geval als land vooruit te komen? Want een aantal dingen moeten wel ingeregeld worden of kloppen of... Nou ja, als je het op landelijk niveau, als je het op landelijk niveau zou invoeren, hè, vanuit de regering gestuurd, dan is het eigenlijk het enige waar je over hoeft na te denken is, oké, wat doen we met immigranten, met de nieuwkomers? Want je wil als land niet, als je als land als enige doet dat de hele wereld bij jou komt wonen omdat je een basisinkomen hebt. Nou, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kan bijvoorbeeld zeggen van je moet minimaal 5 jaar in het land wonen of 10 jaar, ja, we zien iets. Dus dat kan je gewoon een regel van maken. We hebben in Nederland een goed registratiesysteem van identiteitsbewijzen. Dus we hebben allemaal een burgerservice-nummer. Dus het identificeren van mensen die recht hebben op een basisinkomen is super eenvoudig. Nou ja, je moet beslissen of je het gefaseerd invoert of in één keer. Ja. Nou, in één keer invoeren is vele malen goedkoper, want dan kan je meteen het hele toeslagenstelsel hervormen. Ja. Dus mijn advies zou echt zijn van doe gewoon de cold turkey methode. Ja. Ja. En daarnaast moet je nadenken van oké, mensen zeggen van ja, maar die mensen die dan miljonair zijn, die hebben dat basisinkomen toch niet nodig. Ja, prima, maar op het moment dat jij een voorwaarde gaat stellen, dus zeg van nou, mensen boven een bepaalde grens, die krijgen geen basisinkomen, dan krijg je weer meteen dat hele ambtenarenapparaat controlesysteem. Ja. Dus dan moet je gewoon iets verzinnen van oké, die zeer vermogende mensen, ja, die kun je op een andere manier belasting laten betalen. Hè? Dus vermogensbelasting kan omhoog, dat soort dingen. Maar ze krijgen het wel, iedereen? Iedereen. Ja. En hoe zit het nou, want je noemde net de geit in India al. Stel dat hier nou 3 miljoen mensen een geit willen kopen of willen gaan tuinieren. Ja. Is niet echt nodig. Nee, nou, in dat is wel grappig dat je... Nou, dus in Kenia heb je een heel groot experiment nu lopen. Waar krijgen sommige mensen 12 jaar een basisinkomen. En daar hebben ze een slogan, not everybody wants a goat. Ja. En dus wat, kijk... Op het moment dat ik geld krijg, genoeg om van te leven, dan ga ik zelf kijken waar ik dat aan uitgeef. Nou, dus de een zal een geit aanschaffen, een ander een groentetuin. Maar de volgende gaat misschien gewoon naar de dokter, omdat hij eindelijk eens een keer geld genoeg heeft om de dokter te betalen. Dus je krijgt enorme diversiteit in keuzes. Ja. En dat lost zich vanzelf op. Kijk, als het hele dorp geiten gaat lopen aanschaffen, dan krijg je op een gegeven moment een overschot aan geiten. Ja. Nou, dan gaan mensen misschien verkopen aan een ander dorp waar ze dat nog niet hebben. Maar goed, misschien willen wel 500.000 mensen vlogs gaan maken over make-up. Ja, moeten ze doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wij er aan met z'n allen voor gaan betalen, weet je wel. Ja. Nee, dan moeten ze weer wat anders. Als ze daar geld mee willen. Kijk, als ze dat hun hobby is en ze willen vlogs maken over make-up, ja, moeten ze lekker doen. Ja. Maar als je op het moment dat je wil dat andere mensen ervoor gaan betalen, ja, dan krijg je gewoon de marktwerking, gewoon vraag en aanbod. Ja, dus marktwerking blijft ook gewoon. Ja, blijft gewoon. Ja. Ja. Ja, en je hebt ook niet, het is ook een misverstand, hè? Het is ook niet dat iedereen hetzelfde inkomen heeft. Nee, je haalt de nullijn omhoog.
Dus de armoedegrens, dat wordt eigenlijk je nullijn. Dus je hebt altijd genoeg om van te leven. En daarbovenop heb je heel veel verschillen. Ja. Wat is er dan nog aan bewaking nodig? Nou, heel weinig. Dus het enige wat je moet bewaken is dat mensen niet twee keer een basisinkomen krijgen. Dus je moet een soort van controle hebben van, is Pim, komt hij maar één keer zijn basisinkomen ophalen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de enige controle die je nodig hebt. En of je nog leeft. Ja. En meer niet. Ja. En dat maakt het ook, daarom is er ook geen fraude meer dan. Hè? Dat is het dan gewoon niet meer. Toeslagenaffaire bestaat niet meer. Nee. Bestaat gewoon niet meer. Nee. Want? Omdat je niet kan frauderen. want jij bent, ieder mens heeft er recht op. Ja. Ja. Als je boodschappen krijgt van je moeder en je moet daarna zeg maar je uitkeringen weer terugbetalen, bestaat niet meer, dat soort fraude. Nee. Dus je hoeft er ook niet meer op te controleren, je hoeft er niet meer op te straffen, helemaal niks meer. Jij noemde het al, maar kan je het wat meer uitleggen? Blockchain en cryptocurrencies. Een mond vol. Dat is een mond vol, ja. Ja, dat is dat? Ja, nou dat is, als je beseft wat dat verandert. Blockchain is eigenlijk de technologie achter Bitcoin, laat me zeggen. Bitcoin was eigenlijk het eerste wat ter wereld kwam in 2008, net na de vorige financiële crisis. En als je beseft wat Bitcoin is eigenlijk een nieuw geldsoort die helemaal los staat van de banken. Ja. Dus alle transacties die op die blockchain gebeuren, die staat verspreid over verschillende miljoenen computers over de hele wereld. Een ander interessant ding over Bitcoin is dat het heeft een maximum supply. Dus er kunnen maar 21 miljoen, geloof ik, Bitcoins worden er maar gemaakt, gemined heet dat. Dus je hebt niet meer het probleem dat er zeg maar door een of andere bankier besloten wordt van nou, we gaan lekker geld bijdrukken. Nee, er is een maximum supply. Het is het geld van het volk. Hè. In het begin was het, er gaan alle criminelen zitten in de Bitcoin. Nou, als je een beetje in die blockchain-wereld begeeft, het zijn de techneuten, hè, de nerds die geïnteresseerd waren in de technologie, dat zijn degenen die als eerste zijn ingestapt in de Bitcoins. Ja. Dus. Waarom koppel jij dat aan het basisinkomen? Het interessante zeg maar van deze nieuwe currencies is. Ja, ik ben van mening dat de euro, de dollar, het hele fiat systeem, dat gaat omvallen. Dat heeft zijn tijd gehad. Dat gaat weg. Met deze nieuwe currencies, ik verwacht die nieuwe currencies het nieuwe betaalmiddel zijn. Dat kan je met Bitcoin doen, maar er zijn inmiddels duizenden cryptocurrencies die je daarvoor kan gebruiken. Wat is dan het verschil tussen blockchain en cryptocurrency? Cryptocurrency is eigenlijk het geld, hè? Dus een toepassing van blockchain technologie. En blockchain zelf is eigenlijk de technologie daarachter. En een van de interessante dingen in relatie tot basisinkomen bijvoorbeeld is, ik ben betrokken bij een project dat heet UBI Vault. En dat is eigenlijk een verdeelsysteem gebouwd op de blockchain, waarmee je het basisinkomen dus onvoorwaardelijk kan uitdelen aan mensen. Dat is gebouwd op de Ethereum blockchain, ik wil niet te technisch worden. Maar dat op het moment dat jij geverifieerd is van jij bent mens, levend en uniek, hè, je zit pas maar één keer in het systeem, dan kan je ontvanger worden van het basisinkomen. En dan is het verdeelsysteem is helemaal zonder tussenpersonen. Okay. Dus dan kan je dat helemaal volautomatisch laten uitkeren. Nou, dat kan je. We zijn nu bezig om te zoeken naar investeerders om dat ook een echte DAO heet dat van te maken. Dus dat is een Distributed Autonomous Organization. Dat kan je registreren in Zwitserland. Dan kan je een bedrijf zijn zonder dat er mensen bij betrokken zijn. En dat is dus helemaal fraude-resistent. Ja. Eigenlijk wat ik ook wel zie in de duurzaamheid, hè, van producten, bijvoorbeeld cacao.
Alle tussenhandelaren, ja, die worden eruit gehaald. Ja. Degene die het produceert of maakt of verzint, die wordt gekoppeld aan degene die het afneemt. Aan afneemt. De consument, ja. Rechtstreeks. Ja. Ja. En dat maakt blockchain mogelijk. En rondom, wat je nu ook heel veel ziet, bijvoorbeeld er zijn een aantal projecten geweest rondom Mazenkom, bijvoorbeeld in Korea en in Brazilië, waar ze met lokale munten mensen een Mazenkom uitgeven. En uitdelen, waarbij ze dus ook gaan tegelijkertijd gaan stimuleren dat ze met die lokale munt ook lokaal gaan kopen. Dus dan heb je een soort koppeling met een basisinkomen en het faciliteren van de lokale economie. Nou, en dat kan met behulp van blockchain technologie. Ik bedoel, je kan binnen 5 minuten kan je eigen cryptocurrency maken. Als je dat dan koppelt aan iets wat al waarde heeft, dan kan je op die manier en een basisinkomen uitdelen, maar tegelijkertijd ook nog eens een extra boost geven aan de lokale economie. Ja. Dat is super boeiend. Ja. In het filmpje dat eindigde met 2030. En dan kom jij met een initiatief Mission Impossible 2030. Mission Possible 2030. Mission Possible. Ja, ja, ja. Ik heb er overheen gelezen. Ja. Ja. Maar, ja. Maar waarom 2030? Nou ja, dat is eigenlijk een soort knipoog naar de Sustainable, of niet eens een knipoog, maar naar de Sustainable Development Goals. Hè. In 2015 zijn de Sustainable Development Goals door de Verenigde Naties geformuleerd. En dat zijn 17 doelen op allerlei verschillende domeinen. En we liggen totaal niet op schema. Daar hoef je geen analist voor te zijn, maar we liggen echt niet op schema. En we hebben de ambitie om die Sustainable Development Goals wel te bereiken, maar met een heel ander plan. Ja. Namelijk via dat basisinkomen. Ja. Dat is de sleutel om die doelen te bereiken. Ja. Als ik kijk naar die doelen op zich, geen armoede, geen honger, nou, noem het allemaal maar op, daar is echt niks mis mee. Maar de plannen die daarachter liggen, als je die website een beetje in de gaten houdt, die plannen die veranderen iedere keer. Hè, dus good health and well-being wordt nou uitgelegd, is van iedereen moet gevaccineerd worden. Ja, bizar. Dus de plannen die daarachter liggen, die kloppen in mijn ogen voor geen meter. Doelen op zich, daar is niks mis mee, maar dat kan veel eenvoudiger. Mm-hmm. En wij denken dus, als je dat basisinkomen zo snel mogelijk invoert, dan heb je die doelen inderdaad voor 2030 bereikt. Ja. Is het dan want je hebt al een paar keer genoemd, lokaal initiatieven opstarten en Mission Possible 2030, ja, dat probeert toch ook met mensen uit de wereld iets te bereiken? Dat je het allebei op die manier aanvliegt? Ja, dus ik zit ook liever niks in drie zeg maar organisaties. Hè. Dus we vliegen het van alle kanten aan. Dus we zijn zowel bezig met de politiek te beïnvloeden, zowel op nationaal, Europees niveau, maar ook met de Verenigde Naties daar mensen te beïnvloeden. Tegelijkertijd zijn we mensen aan het onderwijzen. Hè. Dus bijvoorbeeld BN is eigenlijk een onderwijsstichting. Dus mensen voorlichting geven over wat een basisinkomen nou eigenlijk is en hoe je dat voor elkaar kan krijgen. En met Mission Possible 2030 zijn wij vooral bezig om communities, groepen mensen te helpen om hun utopieën te bouwen. Ja. En hoe krijg je dan machtige bedrijven, mensen mee? Machtige mensen, hoe krijg je die mee? Ik ben ervan overtuigd dat niet alle miljonairs en miljardairs zijn slechte mensen. Mm-hmm. We hebben nu wel een aantal voorbeelden van een aantal oligarchen die zeg maar via zogenaamde filantropie eigenlijk de democratie omzeilen en heel veel invloed hebben op wat er in de maatschappij gebeurt. Maar er zijn ook gewoon miljonairs en miljardairs die echt wel iets goeds willen doen. En wat wij eigenlijk proberen te doen is een soort blauwdruk te maken om van bottom-up bijvoorbeeld iets het basisinkomen te genereren. En een van de leukste voorbeelden waar we nu bijvoorbeeld nu mee bezig zijn is, we proberen nu bijvoorbeeld met plastic afval een basisinkomen te genereren. Dus dan willen we je kan plastic wordt gemaakt van olie. En als je plastic recycelt, dan los je eigenlijk het probleem niet op, want dan blijven die plastic nanoparticles nog steeds in de lucht en in het water rondzweven. Dus wij willen eigenlijk je kan plastic ook weer terugbrengen naar olie. Die olie kan je verkopen als brandstof. Dat is dan even zo'n tussenvorm om van de plastic af te komen. Die opbrengst van die olie, die kan je
terug investeren in je fabriek of mensen salaris van geven. En de winst kun je dus uitkeren als basisinkomen. Nou, we zijn nu bezig met studenten van de blockchain miner onder andere, maar ook nog wat andere mensen uit de open source community, om daar een soort van dit te gebruiken als voorbeeld, om een blauwdruk te maken van kijk, als je nou een bedrijf hebt wat helemaal geautomatiseerd is bijvoorbeeld, dan kan je zeggen van ja, dat die winst die wordt hoger, want je hebt minder personeel nodig. Nou, dat doen we, die winst gaat in de zakken van de miljonairs. Maar je kan ook zeggen, hey, dat bedrijf is van niemand of van ons allemaal. Ja. En dat delen we dan gewoon uit. Helder. Het Europees Burgerinitiatief. Ja, het Europees Burgerinitiatief, dat is een aantal maanden geleden begonnen. Daar kunnen mensen nog steeds een handtekening ondertekenen. Dat gaat over, dat is een initiatief door de burgers van Europa. Dat is eenzelfde website, dat zullen we ook tonen in de film, ja. voor elke Europese burger? Ja, voor alle Europese burgers. Daar kan je dan kan je even aanklikken uit welk land je komt en dan kan je dat ondertekenen. Het Europees Burgerinitiatief is een initiatief van een aantal Europese burgers, die uiteraard uit de basisinkomenbeweging komen. Om aan het Europarlement te vragen van luister, jullie moeten zorgen dat de landen van Europa die aangesloten zijn bij de EU, dat die een basis komen voor hun burgers regelen. En als we dus 1 miljoen handtekeningen ophalen, en dan heb ik nog wel een paar voorwaarden, ik geloof dat er 7 landen dan een bepaalde drempel moeten halen, dan wordt dat dus besproken in het Europees Parlement. Dat dwing je dan af als Europese burgers. We hebben daar ook nog een soort van lokcampagne zeg maar aan gekoppeld. Je kan het ook winnen. Waar je een basisinkomen kan winnen. Ja, hoe zit dat nou? Ja, UBI for All, dat kan je gewoon opgeven. En dan je kan doneren, maar je kan je ook opgeven als ontvanger. En dan op het moment dat er een basisinkomen bij elkaar gesponsord is van 1000 euro per maand, dacht ik uit mijn hoofd, voor een jaar lang, dan wordt er een soort loterij gedaan van de mensen die zich hebben opgegeven. En dan wordt er een basisinkomen verloot. Dat is eigenlijk gebaseerd op iets wat ze in Duitsland al een heel tijdje hebben. Dat heet Mein Grundeinkommen. En daar worden iedere zoveel tijd worden daar een aantal basisinkomens uitgedeeld als loterij. Nou. Leuker kunnen we het niet maken. Nee, maar goed, maar het is natuurlijk, kijk, dat is ja, een beetje een lokketje om het. Ja, dan ben je ook een soort PR-stunt. Het echte basisinkomen is een recht, onvoorwaardelijk, levenslang. Ja. Als we het zo samenvatten, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, nou ja, dat is. Het is heel raar dat het er nog niet is. Tegelijkertijd, het heeft ook heel lang geduurd voordat het vrouwenkiesrecht kwam of de slavernij afgeschaft werd. Hoewel daar natuurlijk nog wel de vraag is, is die wel ooit afgeschaft? Maar dingen duren gewoon lang. Maar we zijn er bijna hoor. Ja, we zijn er bijna. Is er nog iets wat je nog wil bespreken voordat we het afronden? Iets niet genoemd? Nou, ik denk wel dat ik ben wel ontzettend optimistisch over. Er gaat binnen nu en 10 jaar gaat er een land zijn wat het gaat invoeren. En op het moment dat dat land dat gedaan heeft, zullen er anderen volgen. Ja. En tegen de mensen die wantrouwend zijn ten opzichte van het basisinkomen, zou ik echt willen zeggen van. Het gaat echt vanuit een positief mensbeeld. En het gaat juist over het geen controle uitoefenen op de medemens. En als je de Wereld Economic Forum dadelijk een basisinkomen hoort noemen, terwijl het een slaveninkomen is, wees je dan bewust van het feit dat wat de elite doet die total control wil, die kapen de termen. Die eigenlijk heel goed zijn in zichzelf. Hè? Dus die kapen basisinkomen, die kapen inclusiviteit, sustainability. Het zijn allemaal prachtige doelen, diversiteit. Juist als dat is een strategie, weet je wel. Dus ze gebruiken de termen van vrijheid, diversiteit, basisinkomen om hun snode plannen uit te voeren. Maar trap er niet in. En wat zijn de gegatigde landen?
Nou, ik denk dat in het zuidelijk halfrond, ik denk dat in Kenia is nu zo'n groot experiment gaande. Dat zou een land kunnen zijn waar het redelijk snel ingevoerd wordt. In de westerse of het noordelijk halfrond denk ik dat Canada een hele grote kans maakt. Finland, vanwege de hele goed experiment wat daar heeft gelopen. En in Azië zit Korea heel dichtbij. Okay. Ik denk dat Nederland nog wel eventjes met zijn Calvinistische gedachtegoed nog wel eventjes, dat niet als eerste zal zijn. Nee, we hobbelen erachteraan. We hobbelen erachteraan, maar goed, we kunnen het ook zelf gaan doen, hè? Ja. Ja, het hoeft niet per land meteen ingevoerd te worden. Nee, het hoeft ook niet per se. Je kan ook, het hoeft ook niet per se vanuit de overheid. Er zijn nu steeds meer groepen mensen die zitten na te denken over van oké, hoe kunnen we nu toch zelf een soort van een netwerk gaan opbouwen om waarbij ook voor elkaar gezorgd wordt. En vanuit dat soort communities kan het ook ontstaan. Dus we kunnen gewoon beginnen. We kunnen gewoon beginnen, ja. Ik wil je hartstikke bedanken dat je de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Ja, graag gedaan. Het was weer gezellig. Ja, het was weer gezellig. Ja. Tot de volgende. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.